De ABPL-fractie ziet het landelijk evenredigheidsstelsel niet zitten. Dit vertelde fractieleider Obert Canapé vandaag tijdens de persconferentie in het kader van het ingediende wetswijzigingsvoorstel vanuit de ABPL-zijde. De politicus zegt dat de fractie gaat voor het districtenstelsel omdat de andere wetsvoorstellen in het nadeel zullen komen voor grote delen van de samenleving. Maar voor de ABPL-fractie en ik, om maar beginnen. Het gaat erom dat het belang van het land gediend moet worden. En uiteindelijk dat we verkiezingen kunnen organiseren. Als je vandaag zit ik op een zetel van Sipaluwini. Het volk moet uiteindelijk de keuze kunnen maken weer als ze Obed Canapé op zo'n stoel weer willen hebben. Of als ze iemand anders daar willen plaatsen. En dat is het belangrijkste. Als het gaat om volksvertegenwoordiging, zien wij niet graag dat, want als uiteindelijk op basis van populariteit, landelijke populariteit aan de zetel komt, denken wij dat het hebben van een affiniteit met een bepaald ontwikkelingsgebied van het land, waarbij zeg maar als we kijken naar de begrotingen, de projecten die worden uitgevoerd en ook het huidige districtenstelsel van districtsbesturen en dat soort dingen, dat het zaak is dat we dat behouden. Canapé zegt verder dat het de bedoeling is dat uiteindelijk een akkoord bereikt wordt door alle fracties over welke richting zij op willen. Mede-initiatiefnemer van het wetsvoorstel, Edgard Sampi, zegt dat de fractie sinds de uitspraak van het Constitutioneel Hof uitkijkt naar een aanpassing dat door een ieder gedragen wordt. In de andere voorstellen zien we dat Brokopono maar één zetel toegediend was. Maar wij zeggen dat vanwege de bijdrage die Brokopono levert aan de economie van ons land, dat we ernaar kijken of allen ernaar werken dat Brokopono meer zetels krijgt, dat is twee zetels. En als we de aantal kiesgerechtigden zouden gebruiken als argument in deze, dan zou Coroni nul zetels krijgen. Maar als we ergens een argument kunnen vinden om Coroni toch één zetel te geven, dan kunnen we ergens een argument vinden om Brokopono plus één zetel te geven. De ABPL-fractie meent volgens Sampi dat het behouden van een zetelverdeling per kiesdistrict de meest werkbare optie is. De gedachtegang is ook dat er een verkiezingsautoriteit komt, maar niet voor de komende verkiezingen.